Na het wegvallen van de Zuiderzee-rally is Luxemburg ook de eerste afspraak voor de deelnemers aan het internationaal Nederlands kampioenschap. Assalamu alaikum, welkom in de Efteling. U mag thuis je kant oplopen. Decor voor een van de presentaties was de sprookjesachtige omgeving van de Efteling, de Fata Morgana. De Nederlandse rallysport wordt professioneler. Er komen steeds betere wagens aan de start. Voor sommige rijders blijft het een droom, voor anderen wordt het een werkelijkheid. In de Efteling presenteerde het team Rallysportpromotie Brabant een nieuwe wagen. Twee rijders aan de start voor het seizoen 2001 in het Nationaal Kampioenschap zijn dat Johan Faas en Arie Lekkerkerker. Nationaal Kampioenschap een stapje lager dan het Internationaal Nederlands Kampioenschap. En daar komen aan de start Edwin Abbering en Ed van Kessel. Het Internationaal Nederlands Rallykampioenschap, wat op papier nog niet al te sterk bezet is. En dus zagen Edwin Abbering en Ed van Kessel hun kans. Ze ruilden hun standaard groep N-wagen voor een aantal wedstrijden om naar een supersnelle groep A-auto. Rallyrijder Erik Wevers behaalde de afgelopen jaren grote successen met een relatief gedateerde auto. Een Toyota Celica uit 1994. Toch is die auto nog snel genoeg voor het kampioenschap van 2001. Het wordt eigenlijk allebei. We hebben in de planning om 4 wedstrijden met de Toyota te gaan rijden. Met de groep A. En 2 wedstrijden met de Mitsubishi groep N. Dus een beetje van beide. Abbering rijdt de 2 buitenlandse evenementen met een groep N Mitsubishi. En kan via de interessante puntentelling in het internationaal Nederlands kampioenschap voor een behoorlijke verrassing gaan zorgen als die overal finisht. De eerste wedstrijd is over 2 weken in Luxemburg met veel Ieren en Engelse rallyrijders aan de start vanwege de Montenclausier-epidemie. Het teammaatje van Abbering, Johan Faas, debuteerde vorig jaar in de sport met een groep N Opel Astra. Hij gaat een stapje hoger, nationaal, met een sterke auto, de Lancer Evo 6. We hebben voor de Evo 6 gekozen om toch met goed materiaal voor de dag te komen. Opel Astra was leuk om wat erin te komen. We willen eens gaan kijken hoe we nationaal uit kunnen komen dit jaar. Johan Faas heeft inmiddels zijn eerste kilometers gereden in een drijfnat os. Daar werd hij 13e algemeen. Nationaal kampioenschap begint begin mei in Hulst. De internationale mogen over 2 weken aan de slag. In de Efteling worden alle sprookjes werkelijkheid. Dus ook voor de presentatie van het team Rallypromotie Brabant. Of rallysprookjes ook echt werkelijkheid worden, dat gaan we zien over 2 weken in Luxemburg.